Ja, ik dacht dat je goed had. Ik zet de fiets wel even aan de kant. Zet die de fiets in aan de kant? Het was best nog een verre fietsen, hè? Och, man. Goeiedag, we zijn hier van het programma Reun en Zeun. En dan maken we, iedere keer maken we overal wat lekkers en zo. Maar nou had je oogstdag en nou vroeger dan kring je lui op het land ook altijd wel wat te eten. En nou, nog zo, Johan die... Dat is wel de bedoeling, hè? Dat is wel de bedoeling dat we hier ook wat gaan maken. Nou, dat kan. En wat gaan we maken, hè? Dat zie je straks wel uit. Ik ga zo naar boven, hè, spullen klaarzetten op de boom. En dat is een verrassing. Maar en dat is nog een verrassing? Iets nieuws, iets bijzonders. Och, hier. Dus wat ik ga doen is gewoon een bom. Ja, zet me gauw op, hè. Ja, ik kom straks wel even weer bij u. Hoi, tot straks. Doeg. Spersiebonen. Snijbonen. Aardappeltjes. Verse lava's, mag je planten. Lekkere grof gehakte peterselie, bleekselderij, diverse worstsoorten en kleine soepballetjes. Stiek voor niks, hè? Dit ging toch wel mooi handig zo. Anders had je niet naar de Johan kunnen komen. Ah, nou, wat handig toch. Kun je zo door weer vast een pak? Nou, toch wel mooi voor mekaar, hoor. Nou. Hoi, Johan. Oh, je bent daar begonnen. Ja, ik denk dat we vast beginnen. Ja, het duurt nog wel even, maar... Oh, heb ze goed voor mekaar hier. Ja, je kunt mooi met de lift omhoog, hè. Kon zo met de lift omhoog. Ja. Maar kon al roken naar het begin, man. Ja. Maar. Nou, we gaan nu maken, dan. Ik ben nu even weer aan het runnen, hè. Ja, nou. Wat kan maken, man? Brekbonensoep. Brekbonensoep. Ja, nou, dit is gewoon een variant op de Twentse humkensoep. Die wordt met spersiebonen gemaakt. Of de Sallandse stumperbonensoep. En die wordt met snijbonen gemaakt. Ja. En de brekbonensoep wordt gewoon met alle twee bonen gemaakt. Oh, waar haal hij dat zelf verzonnen? Ja, ik denk dat het keer met anders maken in het Vechtdal. En weer op een eentje soepje straks in het Vechtdal. De brekbonensoep. De brekbonensoep. Nou, mooi toch? Ach, prachtig. Dat ruikt al wel goed. Ja, dus de bouillon. Ja. Die zijn de kook. Op gewoon bouillon heb ik wat worstjes ingeweld, zodat die langzaam gaar wordt, wat soepballetjes. En dat heb ik allemaal gewoon even hier staan, de ingrediënten. En die gaan we gewoon stuk voor stuk achter elkaar toevoegen. We beginnen dus, bouillon kook. Ja. Met de spersieboontjes. Die moeten langs koken, samen met de snijboontjes. Dat moet dan even weer... Die laten we 10 minuutjes koken en dan doen we de volgende ingrediënten erin. En dan weer 10 minuutjes doorkoken en is de soep klaar. Het is heel makkelijk simpel te maken. Het vergt wel even iets voorbereiding. Bouillonnetje maken. Ja. Wel. Maar dan heb je mooie ingrediënten. Kun je heel snel achter elkaar. Kun je lekkere voedzame soep maken. Want dat is het. Het is echt een streeksoep. Ja. Maar heel voedzaam van vroeger uit. En dat, dat kun je straks mooi aan zandman laten proeven. Ach, dat kan dan, hè. Ja. Als je door worst aan het heunen bent en zo. Misschien mag ik ook een keer reuren. Ja, ik mag ook een keer reuren. Ja, die doet ook nog eens een keer wat geks tussen deur. Dus, oh, ik doe altijd wel geks. Ja, echt wel. Goh, nou dat lijkt me wel lekker, man. Oh, dat ruikt al wel goed, hè? Nou, dan moet even rustig weer aan de kook komen. Even aan de kook komen. Dus we hebben geduld. Even, nou goed, we wachten wel even. Ja. Nou, we kunnen eigenlijk bij buiten zitten. Het is mooi weer, dus ja. Dat is hem gaan doen. Dat kunnen we en even doen. En dan met 10 minuten weer... En met 10 minuten even weer komen, dan, dan is het wel aan de kook. En dan koos straks zo die aan. En dan neem... Kunnen we dat doen? Nou, doe. Ja, doe, we gaan even naar buiten. Door, kom mooi even eruit. Hier kunnen we dan wel naar buiten. Nou, die 10 minuten die ben denk ik al wat voorbij, Johan. Dan kan de rest er binnen, hè. Oh ja, ik kook nog steeds mooi, ja. Nou, de gehaktballetjes. Ja. De wasjes. En ik doe er altijd deurgeworst, hè. Deurgeworst ook nog, Biddy. Ja, de Demi Moe vroeger ook. En dat geeft toch iets speciaals. Dus ja, nou, dan moet je zoiets ook toevoegen, hè. Oh, heerlijk, hè. Ik vind ze zo ook wel lekker, Johan. Jawel, hè. Maar straks, kijk, als je dit allemaal laat meekoken, dan komt al die smaak van die boontjes, van de bleekselderij, van de kruiden, die komt straks heel mooi tot je recht. En dan krijg je een hele mooie, toch wel, kijk, mooi, nou, mooi gevuld, hè. Zit er goed uit, Johan. Ja. Nou, de verse kruiden,
verse kruiden ook niet, maar je moet dan maar 10 minuutjes nu koken nog. Dus verse kruiden ook niet lang, maar 10 minuten mee koken. Ja. En dan verlies je zoveel smaak mee. Kijk, lekker grove peterselie. Peterselie de bedeur. En dan die geur die nu al ja, helemaal. Kijk. Oh ja, ja. Dus even nog 10 minuutjes even doorkomen. Even nog rustig. Even naar het koken. En dan proeven en dan kan Zalman hem proeven wat hij ervan vindt van de backbonesoep uit Vechten. Ja, ja. En dan kan ik mooi jullie op land heen wat brengen. Ja, kun je ook mooi doen. Dat is een mooi dat een pruim. Dat kan je echt gewoon, dat is ook wel, want ze hebben wel wat nodig. Ze bent er hartstikke druk mee. Ja, ze bent er behoorlijk druk mee. Ze bent er net druk mee. Ja, echt wel. Ja, we moeten gewoon wachten, hè. Geduld. Geduld. Geduld, dat is wel een schone geduld, zaak. Geduld, dat is lekkerste ding. Oh, heerlijk, hè. We kunnen ook wel een, we noemen het toch weer 10 minuten. Dan gaan we een beetje koeien kijken door zo. Oh, je beneden in de stal. Oh, dat ja, we lopen niet weer naar beneden, hè, maar... Neem ik een bom van de balustrade. Nou, zo dat is nou, goed. Dat kunnen we er wel in doen. Nou, is kom maar. Goed. Goed, liggen die allemaal, ja. Niet eten en drinken op de Kalverstraat. Kijk daar eens aan. Ach, ach, ach. Dat is een veegrobot. Ja. En net was er al een mestrobot. Ja. Oh, lekker. Lekker, ja. Oh. De brekbodem zo. Heerlijk. Ja, moet er niet, ik vind hem maar gewoon klein bij die salpje. Zo ach, tussen de vingers deur. Ja, ja, ja. Het is mijn snuffie. Het zit er goed uit, Johan. Ja, en vroeger was al de soep, maar niet koken, hè? Nee, dat mag nooit. Nee, maar nou wel, want juist die smaak moet uit die bonen komen. En wat mijn oma ook altijd zei, ik mag nooit mijn halve lepel in de groentesoep. Ja, dat was niet goed, zeg, dan word je blind. Ja, maar dat komt als je kookt. Als je kookt, word je blind. Maar omdat het gewoon zoveel door elkaar zijn smaak goed los moet komen, ja, mag niet best wel iets blind zijn. Het is geen helder bouillon. Oké. Het is een soep. Ja, ja, ja. Het mag best wel iets maar blind dat maakt niet uit dat met een open lepel nee, nee, nee. Oké. Okay. Nou, de soep is klaar. Nou. Zal ik hem eens in inpakken, dan kunnen we naar Zandman als brengen. Als hij hem inpakt, dan zal ik hem naar Zandman ja, brengen. Nou, dat hem doen. Kom die in pruim. Wat ik hem er eens in mee zet, nou. Ja, kan dat? Nou. De tas is ervoor gemaakt. Oh. Dan kan ik de wet niet laat. Nou. Goed. Even kijken nou of er nog boom stiet, hè? Nou, dat is een knapje druk. Ja, maar je stiet er nog? Ja, mooi. Nee, begon daar. Oh, nou. Oh. Tot straks, hè? Jo, jo. Jo. Nou, we zien even kijken of bed kan vinden en gewoon naar het land toe. Ach, Betty, stond al op ja, mee te wachten. Ja, nu had ik eraan kwamen. Je had er wel in, ja. Ga je met naar het ja, land? Ik ben een we hebben de soep warm, dus... Wat was nou, dat is wel handig natuurlijk. Als je dat dan neemt, kan ik niet gewoon een tasje met hem. Zo. Kan ik gewoon Betty vasten, want ik heb een rollator niet meer. Ja, dat doet hij maar, zeg maar. Nou, zo, hè, dat kan wel even zo. Ach, en het... Maar kijk, wat een mens, hè. Weer is mooi opgeknapt. Ja, dat is zeker. Echt mooi, god, de ring zo toen hier aan kwam. Het is mooi om mijn slang, hè? Snel, hè? Daar, mooi, hè? Ja, we zijn nou, natuurlijk ook alleen bezig geweest. Wat doen we? Nou, door achterlangers, want ik ja, denk, oh, nou, één door Jamaa is wel een mooi, ik wil die machine wel even kijken. Nou, kom je daar en, mee. En denk, ik heb die soep bij me voor de jonge lui, of voor de lui die door druk op het land bezig bent. Brekbonensoep. Brekbonensoep. Voor die lui op het land. Nooit van heur. Nooit van heur. Oh, is zo lekker. Maar het is ook wel mooi. Ik weet niet of hier ook
Volgens mij heb ik ook wel eens van dat brekbrood. Goedemorgen. Ja, nou, ik kan alleen maar zo. Maar we hebben supermarkt. Ja. We hebben brekboonsoepermarkt. Brekboon? Brekboonsoep. Ja. Maar je hebt ook wel eens van dat brekbrood. Ik heb van een lekkere tapas brekbroodje. Ja, hij dat ook kloor, man. Ja, dat heb ik ook kloor. Kijk eens. Ach, dan kun je zo'n stukjes afbreken. Oh, nou, maar dat is wel mooi. Kan ja, dat er nog bij? Ik brek al even bij boom op. Ja, nou, ik bedoel maar. Ja, dat brekt de dag. Ook nog weer. Ach, nou, wie net. Ja, doem er maar erbij in. Pak fiets erbij, ja. Ja, maar dat geeft niet. Kijk, hier hebben we brekbrood. Och, en waar heet de bieden aan? Dat lekt wel kik. Tapenade. Oh, ik denk dat lekt wel kikken erin. Ja, dat. Dip er maar in, oma. Oh ja, dippen, hè? Gewoon dippen. Vaak een beetje bang, hè? Ja, vaak een beetje. Ik reur naar zeur, maar dip, weet dips. Nou, jullie dips. Nou, smaakt goed, hè? Vrolijk lekker. Ben je god land in, mop? Wat nou niet lang, u gaat lang zo. Nee, nou. Volgens mij komen we net op tijd. Ze hebben wel bij koffie met een broodje. Ja. Zult ze er ook bij soep bij lussen? Goedemorgen. Ik ben al nadrukken geweest misschien al naar het land zo zie. We hebben even een goede soep gemaakt. Even een brekboonsoep. Ja, dat hebben we nu hier gemaakt, want in Twente hebben ze daar gewoon van die spessiebonensoep, hunkensoep noemen ze daar gelukkig met van alles erin. En wij doen dat dan weer hier zo met snieboon. Maar wie doet door elkaar hou nou maar. Ja, wij wel in pruim. Of zo even naar de wagen lopen door. Kijk, het brood is mooi warm van door die soep. Kijk. Ik heb ook nog, we hebben brekboonsoep, hè, daar ga ik vertellen. Maar nu heb ik ook nog een brekbrood met hem. Dan kun je zo iedere keer zo zo'n stukje afbreken. En dan toen je hem neerlegt dan. Ga ik die nog zetten? Ja, dat is wel handig. Nou. Het is toch wel mooi dat je mensen hebt die meedenkt, hè? Ja, wat doen we met hem zijn? Nou, hem zo dis met de nou weer op. Een vaste pak? Ja, hem. Dat zit er maar door. Dat is voor zo snel in kapitie. Zal hij hem doorgeven? Ja, wat ben je bij? Ik heb ook een dag in de vuur, van de vuur nog maar. Oh, dat hoeft niet, maar daar is beter in het trucken, hè? Ja. Ach, en dan is die was zo lekker gaar. Ja, ach, van alles zit er. Mag je klappen? Dreugen was erepeltjes. Oh, maar je moet ook goed eten, want anders ga je de kat zonder deur. Ja. Meer pakken. Ja. Echt waar, ik heb ze brekboonsoep gebracht. En dan moet ik ze hem goed verzorgen, want anders dan wil ze vondje hoor niet wegkomen. En dat brood, dat brekbrood? Ja, dat is want ik denk, we hebben brekboonsoep. En doen we brekbrood erbij, want dat brekt de dag dan weer. Ja. Maar hoe jij weet waar ze weg? Gisteren? Met? Morgen droog. Is dat ook een schafkeet dan? Van vroeger? Pakwijn. Pakwijn? Vervoeren ze materiaal en de kachtpiepen en de rommel en de kleden en de gereedschap. Maar als ze al van ver gingen, konden ze erin blijven slapen. En als hier, dan bleef de dustbaas en de knecht of de machinist die bleef bij de kast. Ja. Hoe heet dat ook alweer? Blikselderij. Ja. Is ook zo lekker erin. En die worst. Och. Nee. Ja, een stukje brood erbij. Ja. Hier is wat mensen nog stellen. Kom maar, kijk eens. Oh, brekbrood. Brekbrood erbij, bij de brekboon. Ja. Ach. Doe nog een hap. Er wordt erbij, hè? Een stukje brood proeven. Dat zo met nog maar. Ja. Kun je zo maar. En dan nog wat sokken. Nou, hartstikke bedankt. Gewoon mooi dat het smaakt heeft. Ja. Veel succes nog verder. We kunnen weer zien. Hartstikke mooi. Nou, hij heeft weer met teruggeloopt. Ja. Dan ga ik nu naar Johan en ga kijken of hij de boel weer opgeruimd heeft. Moet Johan weer helpen, hè? Ja, hij heeft een lesse stuk misschien hem afwassen of zo. Ja. Maar misschien heeft dat ook al wel door. Ik ben oorlog lang onderweg. Ja, lopen. Misschien heeft dat wel door. Oh, hoe ja. Dat kan we ook nog doen. Beetje langzamer lopen. En dan weer een bak op. Dan heb ik ook. Ja, oh, helemaal lekker.